Nou, daar gaan we. We mogen het eindelijk verklappen. Voor jullie en voor ons nieuwe project. Heel erg schrikkelijk. Hey allemaal. We zijn vandaag... Ik ben net, het is nu donderdag. Oh ja, en ik ben net bij het Haagse Hip-Hop Centrum geweest. Daar gaan we, of kunnen we in ieder geval hele leuke dingen mee doen. Voor jullie en voor ons nieuwe project. Met onder andere jongeren. Dus ik ben benieuwd. Nou, dames en heren, jullie hebben net een stukje gezien van Robert van Beckhoven bij de opening van zijn winkel in Leidse Hagen. Nou, het was daar echt super druk. Dat wordt natuurlijk gewoon een feestje met Robert, maar we hebben dit weekend ook een feestje gehad. Kijk maar even naar Jan Smit. Als de morgen is gekomen, laat je mij beleden en ben jij degene die... Het is vandaag maandag en we gaan richting Omroep West, want daar gaat Remco jullie meer vertellen over de Christmas show. En dat gaan jullie hier nu ook zien. Nou, daar gaan we. Hallo. Hoi, Chip. Hallo, Remco. Hallo, Remco. Hoi, Lydia. Hallo. Christmas show of de Christmas show. Christmas show. Hoe noemen we hem? De Christmas show. Dat kan bij, hè, natuurlijk. Ja. Dus de Christmas show in dit geval. Met je hoort hem al eventjes, Remco Harms. Die wij nog kennen van LA The Voices, toch? Yes, dat klopt. Ja, goedemiddag. Die groep toen met Gordon. En hij speelde trouwens ook nog in Les Miserables. Ook. Oh. Maar nu dus in de Rijswijkse Schouwburg. Vorig jaar om deze tijd werd dat gevraagd door Mark Schulte. Hij is de directeur van de Rijswijkse Schouwburg. En die zei, moeten wij niet gewoon eens een keer een kerstshow met jou gaan doen? Toen zei ik, precies, dat gaan wij doen. Want ja. Eigenlijk doet heel Rijswijk zo'n beetje mee. Ja, heel Rijswijk doet mee. Als de andere helft van Rijswijk dat gewoon komt, ja. Kijken, dat zou enig zijn. Ja. Het gaat er fantastisch uitzien. We hebben een enorm decor en die mensen van de Rijswijk Jeugdtheater, dat zijn hele leuke jonge mensen, tieners en jongvolwassenen, die heel mooi kunnen zingen en die steunen mij ook en die laat ik ook zelf wat dingen doen. Zo krijgen we echt alle bekende kerstnummers of zitten er ook nog onbekende dingen bij? Er zitten wel wat onbekende dingen bij, maar 80% dat kan iedereen gewoon meezingen. Ja, meezingen mag ook, hè? Ja. Moet. Wil ik heel graag. Wil je graag. Ga ik gewoon om vragen. Kijk, Remco. Nou, het wordt één groot feest daar in die Rijswijkse Schouwburg op vrijdag 21 en zaterdag 22 december. Echt een magische reis door die wondere wereld van de kerst. En één keer, Remco, waarom moeten we er naartoe? Omdat het fantastisch wordt. En ik wil dit ieder jaar gaan doen. En het liefst ook hier. Het is vandaag dinsdag en dat betekent weer het einde van de vlog. We hebben jullie deze week meegenomen naar Robert van Beckhoven. Gisteren natuurlijk bij de Christmas show, althans over de Christmas show bij Omroep West. Dat wordt ook een hele leuke voorstelling. Als jullie het hebben gehoord, is er een mystery guest. En we mogen het eindelijk verklappen. Of eindelijk, dat is eigenlijk al best wel snel. En het wordt... van Jent van den Bos. Die komt ook bij de Christmas Show naast het Rijswijk Jeugdtheater, naast Kaan en Os. Michelle van der Ven, zelf van Jent, samen ook met Remco Harms erbij zijn. Dus
Vergeet niet je tickets te kopen, hè? Die staat hier onder in de beschrijving. Gewoon doen. Mocht je nou Remco Harms al een keer eerder willen zien, hij geeft alvast een preview van zijn voorstelling, de Christmas Show dus, op 16 december bij Christmas Time. Onze culturele zondag die wij organiseren, dat vindt plaats in Oud-Rijswijk bij de schaatsbaan. Dus be there. Ja, en mocht je verder nog reacties hebben op onze vlog, ik moet zeggen, het is nog steeds wel een beetje wennen af en toe, maar ik ben een beetje aan het uitzoeken welke voorstellingen hier nog niet zijn geweest en hoe ik dat ook voor jullie een beetje mee kan nemen en met artiesten in contact kan komen. Maar dat is nog even een beetje uitzoekwerk, dus ik hoop dat zo snel mogelijk voor jullie gereed te hebben. Dat was hem dan weer voor deze week. Vanaf nu gaan we de vlog op donderdag plaatsen. Dat is voor ons gewoon eventjes iets makkelijker. Dus vandaar. Dus tot volgende week donderdag. Doei!